Hey, dit is Ted Langebach van Club Nauwbouw Rotterdam. Cultuur in actie, ja, zeer belangrijk, want we zitten natuurlijk alweer bijna 3 maanden in de coronacrisis. En dat gaat kosten van de creatievelingen in Rotterdam en in Amsterdam en het hele land. En dat zijn de aanjagers van de economie en die worden nu in de steek gelaten. Al die filmmakers, al die acteurs, al die dj's, de decorontwerpers, de festivalmakers. Het zijn de aanjagers, echt hele belangrijke mensen voor de, ja, vind ik zelf ook de vitaliteit van Nederland. Maar we zijn natuurlijk ook een exportproduct. Over de hele wereld worden wij ingevlogen voor de expertise van zeg maar de festivals, de danscultuur, de popcultuur, de filmcultuur. Echt heel belangrijk. En wij hebben het idee dat we een beetje in de steek worden gelaten en dat we juist een bijdrage kunnen leveren met alle expertise die we hebben in onze branche en de verschillende onderdelen daarin. Ik zou ook zeg maar de staatssecretaris willen zeggen van maak juist gebruik nu van de kennis van al deze aanjagers en van al deze creatievelingen, of het nou acteurs, dj's, dansers, modeontwerpers, noem maar op, zijn zeer belangrijk voor Nederland, ook als exportproduct, maar ook om deze economie weer straks te revitaliseren. En nou ja, ik weet zeker dat er genoeg solidariteit is om allemaal de handen uit de mouw te steken en dat we binnen 3 maanden weer kunnen spreken van vitaliteit. Als we maar samenwerken, jawel.